Ik sta hier met mijn twee grote vrienden. Dat betekent dat ik in Friesland ben. Ik ben de paspoortcontrole doorgekomen en we zijn klaar voor weer een nieuwe aflevering Road to Lakeside. Of zoals ze hier zeggen, welkom in de Jouwer. We staan in Jouweren. Toch wel een van de wat onbekendere deelnemers van Lakeside. Ja, voor mij niet, maar voor de kijker denk ik wel. Jarno Bottenberg. Denk ik wel, hallo. Wat een verrassing dat jij, maandagochtend naar Assen reed en eind van de dag met zo'n ticket naar huis reed. Ja, dagje vrij van het werk gekregen en toen moest het gebeuren. Kort wat dagje vrij. Ja. Wat gaat je nu wel veel geld kosten? Kan wel uit, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja. Was het een verrassing voor jezelf? Ja, in principe wel. Je gaat natuurlijk wel heen om het doel het Lakeside te halen, maar... Ja, het moet eerst maar gebeuren natuurlijk. Maar laten we terug gaan bij jou. Je bent een beetje begonnen hier in de ranking. Toen Friese Bond natuurlijk. En hoe ben je toen toch een stap omhoog gegaan? Ja, ik denk toch door veel toernooien te gooien en zodoende een beetje ervaring op doen. En competitiewedstrijden en FDB-ranking, zo nu dan NDB-ranking. En uiteindelijk besloten met de development toe te gooien. En zodoende toch wat ervaring op gedaan. En toen toch maar een keer bedacht om misschien ook een stapje hoger te gaan. Ja, wat voordat je dat stapje hoger hebt gedaan, kijk, op de Friese rankings was je al talent gezien. Hè? Ja. Dat is niet heel moeilijk. Misschien een beetje een ongelijk projectiel stond je een beetje voor bekend. Maar als we verder kijken, het spel was wel goed. Het was niet constant, maar het was wel goed. Ja, ja, zo nu dan een beetje wisselvallig, hè, met afmaak van wedstrijden. Maar het spel was in principe goed. De scores waren altijd goed, maar net even dat dubbeltje natuurlijk op de belangrijke momenten die dan net niet erin gingen. En dat was vaak dan hetgeen wat mij de das om deed. Maar voordat jij serieus werd, heb jij een kindje gekregen. Ja. Heeft jou dat veranderd door de knop om te zetten? Nou, je kan voor je mannetje spelen, dat scheelt al een hele hoop. Absoluut. Je kan thuis van blij maken, scheelt dat een hoop? Ja, dat heeft mij natuurlijk veel zelfvertrouwen gegeven en geeft een reden om ergens voor te spelen. Ja, dat geeft jou veel zelfvertrouwen natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk hebben we dat dit jaar gezien. Je hebt bewust denk ik gekozen om geen Q-School te gooien dit jaar. Klopt, ja. Ga je dat aankomend jaar wel doen? Aankomend jaar zelf doen om Q-School te gooien. Afgelopen jaar had ik het gevoel dat ik er nog niet echt klaar voor was en natuurlijk net vader was geworden. Dus ja, allemaal druk. En ja, natuurlijk begin van de geboorte van mijn zoon, alles wil je natuurlijk niet missen. Dus om dan elk weekend weg te gaan voor darten, dat is niet heel verstandig. Ik denk dat het een goede keuze is geweest. Al je gaat naar Lakeside, maar je hebt nog niet heel veel podiumervaring. Je hebt natuurlijk wel de modus gespeeld. Ja. Dat is eigenlijk het enige waar je op het podium hebt gestaan. Maar je hebt voor de rest ook geen meerdere WDF-toernooien gespeeld. Is dat ook een bewuste keuze geweest om alleen PDC te doen? Nee, ja, in principe ben ik eigenlijk pas sinds 2 jaar echt fanatiek een beetje de internationale toernooi aan het doen. Maar ja, ik heb natuurlijk druk met het werk en mijn gezin thuis en dat gaat ook allemaal wel door. Dus ja, ik kan niet altijd alles gooien. Hoe moeilijk is dat? Zo'n drukke agenda, thuis, darten, werk? Ja, het is voor mij en mijn vriendin natuurlijk niet altijd even leuk. Maar zij zegt wel van, als je ervoor kan gaan, moet je het ook gewoon doen. En zij steunt mij daar ook in en daar ben ik ook dankbaar voor. Dus ja, zover ik kan gooien, dat probeer ik dat ook te doen. En dan gaan we zien wat het wordt. Dat gaan we zien op Lakeside. Nog even terug naar de Development Tour. Toch half finale. Toen was het hele jaar niet best op de Development Tour. Je wou jezelf ontwikkelen, je hebt in ieder geval veel geleerd. Laten we daarop houden. Dat is een ding dat zeker is. En een dag voor het jeugd-WK valt hij toch nog wel even. Ja, was ook nodig. We hebben nog een verrassing voor je. We hebben voor iedereen een videoboodschap. We hebben voor iedereen videoboodschap opgenomen, maar voor jou een speciale verrassing. Kijk eens. Dus als jij een stapje naar mij wil doen. Restjes. We hebben het over leermeesterschap, ooit op de Dutch Open 2 jaar terug. Maar dit zijn ze, hè, voor jou? Dit zijn ze, ja. Wat betekenen deze mannen voor jou? Ja, veel, hè. Goede vrienden, talenten. Net als jou? Nog niet, hè. Komt eraan. Je hebt hem toch verslagen op de Development Tour. Iets te lange pot eigenlijk, had eigenlijk sneller moeten gebeuren natuurlijk. Een akkefietje met zijn vinger, hè? Ja. Hey, jongens, wat betekent Jarno voor jullie? Ja, nee, super dat hij zich geplaatst heeft voor Lakeside natuurlijk. En teamgenoot sinds een aantal jaar bij het Scootsje in de Rachen. En veel koppeltoernooien al gegooid en gewonnen. De meeste waar we aan deel hebben genomen, denk ik samen wel. Dus super teamgenoot en super dat hij het gehaald heeft natuurlijk. Ja, en Rudy, die reist vaak met jou mee, hè? Rudy rijdt vaak met mij, ja. Oud teamgenootje, hè. Wij hebben hem opgevangen vroeger. In de eerste divisie nog.
toen was het nog niet eens een startspeler in de singles. Hij is een beetje beter geworden. Een beetje maar. Nou goed, de laatste seizoen, even kijken, de laatste development tour, halve finale, jeugd-WK, laatste 16 naar bijna. Dus die jongen heeft grote stappen gemaakt. En privé betekent die ook veel voor je, want ik zie hem ook vaak buiten de darten bij jou. Ja, zeker. Ja. Goede vrienden, hè, wat ik al zei. Zeker. En verjaardagen, hè. Ja. Van de kleine. Mooi. Oom Rudy, hè? Oom Rudy, ja. Oom Rudy, ja. Doet hij het goed als oom? Absoluut. Zeker. Ja, een beetje fan, hè, die kleine. Zeg het jou dat ze hier nu zijn. Ja, dat is mooi. Wat willen jullie hem toewensen voor Lakeside? Nee, ik denk dat Rudy en ik beide jaar nog heel veel succes willen wensen. En nou ja, hopelijk dat hij een aantal rondjes wellicht kan winnen daar op Lakeside tijdens het debuut daar. Ja, misschien dat Rudy daar nog wat op toe. Ja, natuurlijk. En weer een grote ervaring die hij meeneemt. Hè. Voor volgend jaar de Veldman Tour, Challenge Tour wellicht, Q-School. Ja. Alleen maar ervaring. Absoluut. Word je alleen beter van. Het is voor jou nu tijd voor dilemma's. Gaan we doen. Ben je klaar voor de dilemma's? Het zal moeten, hè? Je moet kiezen. Reizen, gooien, het maakt niet uit. Personen, het maakt allemaal niet uit. Het enige is, je mag overal terugkomen. Dan komt hij. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 18. Koppels of singles? Koppels. Een 39 gooien en de wedstrijd verliezen of een 170 finish en de wedstrijd winnen? 170 finish en de wedstrijd winnen. Rudy van der Veen of Jurri van der Velde? Allebei. Thuis of onderweg? Onderweg. Het Skutske of die gastjuben? Het Skutske. Ja, ja, dat... Het Skutsje. Friesland of Groningen? Friesland. Een keer Lakeside winnen of een keer de UK Open winnen? Lakeside winnen. Michael van Gerwen of Remo van Barneveld? Jurri Battenberg. Lex of setsformat? Lex. Modus of Lakeside? Lakeside. Nog eentje dan? Nog eentje dan. Een Berenburger Sinas of een Dark Fruit? Berenburger Sinas. Wil je nog ergens op terugkomen? Nee hoor. Dan ga ik hem toch nog een keer stellen. Rudy van der Veen of Jurri van der Velde? Jurri van der Velde. En waarom? Tourkaartje, hè? Ja. Ga je volgend jaar naast hem staan op de tour? Hopelijk. Dank voor de dilemma's. Gaan we doen. Staan hier nog steeds. We gaan afscheid nemen van de mannen, maar eerst zien we jou op Lakeside. Ik ga jou nog supporten. Dan. Zien we jou terug op Lakeside? Nou, die kans is wel aanwezig, want Ellie Pelly zou ik wel niet gaan. Zien we jou op Lakeside? Wellicht. Want Ellie Pelly wordt hem niet? Dat hoop ik uiteindelijk wel. Er zijn nog 9 toernooitjes, maar het wordt een lastige opgave inderdaad, ja. Maar we gaan ons best doen. Nou, gelukkig hebben we de PDPA qualifier nog. Jou gaan we zeker terugzien op Lakeside. Ga ik wel vanuit. Kunnen wij een afspraak maken? Na de eerste ronde sta je voor mijn camera. Als winnaar. Gaan we doen. Gaan we dat doen. Bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering van Road to Lakeside. Laat even een duimpje achter hieronder en abonneer je op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.